Renningse burgemeester Karel van Eert vertrekt volgend jaar. Hij wordt burgemeester in de gemeente Reden. Maar het zoeken van een nieuwe burgemeester heeft nog best wat voeten in de aarde. En dat merken ze ook in Beuningen. Wat dan binnen de gemeente gebeurt is dat inderdaad wij moeten gaan kijken naar een nieuwe burgemeester. En voordat je dat gaat doen moet je eerst gaan kijken hoe hangt de vlag er nu exact voor. We zitten voor de verkiezingen. Dat maakt het al extra lastig om te kijken van hoe en wat. Van als je nu een burgemeester wil benoemen, dan zit daar een heel traject aan. Daar moet een vertrouwenscommissie voor komen. Er moet een profielschets gemaakt worden voor die nieuwe burgemeester. Allemaal dat soort dingen meer. Dan kun je twee manieren kiezen. Dan kun je zeggen, de huidige loco-burgemeester, dat is een van de wethouders, blijft zolang in de leiding, om zo maar te zeggen, tot de nieuwe burgemeester er is. Maar omdat er zoveel gedaan moet worden en ook de gemeenteraadsverkiezingen komen, vinden wij het verstandig dat de nieuwe gemeenteraad zich ook gaat uitspreken over de functie en het profiel van de nieuwe burgemeester. En dat betekent dat er tot die tijd, totdat de nieuwe burgemeester benoemd kan worden, een waarnemend burgemeester er moet gaan komen. De huidige eerste lokale burgemeester is lijsttrekker voor zijn partij. En dat betekent dat hij op dat moment zich niet partijdig of niet onpartijdig kan opstellen in de hele procedures die moeten gaan gebeuren. Nou, dan moet je kijken, ook de procedure rond de gemeenteraadsverkiezingen is toch een hele formele procedure. Een burgemeester is hoofd van het stembureau. Heeft daar dus een hele zware taak in en dat vraagt ook iets. Dat vraagt niet, dat doe je het niet meer even zo bij. Dat is gewoon een hele zware taak, een verantwoordelijke taak ook. Er zijn een aantal mogelijkheden voor, daar gaat de commissaris van de Koning over. Maar opties zijn natuurlijk dat een waarnemend burgemeester een burgemeester is die nog geen burgemeester op dit moment of burgemeestersfunctie uitoefent. En dit een mooie leerperiode zou kunnen zijn. Het kan natuurlijk ook iemand zijn die al burgemeester is geweest of anderzijds bestuurlijke ervaring heeft, waarvan de commissaris vindt dat die tijdelijk iedereen deze gemeente de burgemeesterschap kan uitoefenen. De voorkeur van de gemeenteraad van Beuningen, in dit geval van de fractievoorzitter, gaat ook uit naar iemand die ervaring als burgemeester heeft, zeker weten. Er zijn geen namen op het oog, absoluut niet. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die capabel zijn om dit te doen en daar zullen we graag met de commissaris van de Koning over gaan praten.